Hallo, een hele goede morgen. Je hoort de prinsessen niet vaak in interviews, maar vandaag maakten prinses Alexia en prinses Amalia een uitzondering. In een speciale livestream sprak Alexia met Enzo Knol. Maar hoe ben je achter de camera? Dus, kan mijn dochter misschien beter vertellen? Ja. Ze gaat dat zeggen, ze is een hele lastige moeder. Die echt altijd heel streng is, die altijd chagrijnig is en die heeft geen energie. En, Nou, energiegebrek is sowieso niet echt... Nee, ik vind aangezien hoeveel werk mijn moeder altijd moet doen, vind ik dat ze echt als moeder dat ze het heel goed doet. Ze moet heel veel tijd besteden aan haar baan natuurlijk, maar ze is er heel vaak en zo niet is er dan altijd weer wat we samen kunnen doen. Ik breng nog steeds heel veel tijd met haar door en wij allemaal en ook met mijn vader. Ik vind mijn ouders echt best een goede, ja, hele goede ouders eigenlijk. Ja. Maar ze zijn niet... Bravo! Kijk, ik weet dat soms... Dit was niet scripted! Dit was niet scripted, nee. Kijk, soms is het natuurlijk wel een beetje stress. Maar ik denk dat er bij elke ouder... dat ze dan wel soms betere dagen hebben en soms slechtere dagen. Maar over het algemeen... wel gezellig. Is het altijd wel gezellig. Ja. Ah, we kunnen heel goed met elkaar lachen. Dat is heel goed om te horen. Prinses Amalia sprak met oud-Olympisch kampioen Ankie van Grunsve en andere paardenliefhebbers. Rij jij zelf dressuur of spring jij, Amalia? Dressuur is natuurlijk altijd noodzakelijk voor als je voor rijden in het algemeen. Maar, maar ik spring zelf. Super. Heel leuk. Ja. En moeders en vaders, rijden die ook? Heel af en toe. We proberen af en toe te rijden. En ik rijd denk ik nog wel het meest van de familie.